Het energietoeslag is een compensatie die de Rijksoverheid, die Den Haag heeft ingesteld. Hè, in het kader van de dure energierekeningen en de prijsstijgingen die bij veel inwoners best wel eigenlijk rauw op hun dak zijn gekomen. Om daar een compensatie voor te bieden. En dat is niet de eerste keer. Hè. Inderdaad, gaf u al aan, in 2022 is er ook al een uitkering geweest. €1300 per rechthebbend gezin, zeg maar. Hè. Oktober ook wederom een besluit kunnen nemen om voor dit jaar dezelfde mensen en ook andere mensen die daar eventueel nog recht op hebben, ook die energietoeslag uit te keren. Dus €1300 over het jaar 2023 hebben 5000 inwoners ongeveer, hè, inmiddels al gekregen. En als mensen denken dat ze er nog recht op kunnen hebben, zeg maar nog niet de uitkering ambtshalve automatisch, zeg maar, via de gemeente hebben gehad, dan kunnen ze zich melden. Er is allerlei informatie te vinden op bijvoorbeeld de website van de gemeente Almelo. Maar wat ook heel veel gebeurt, is dat mensen de weg naar Almelo Sociaal weten te vinden. Hè, daar zit de organisatie Almelo Wijst de Weg. En de mensen die daar hun inzet plegen voor de inwoners van onze stad, die kunnen helpen met het begeleiden naar het doen van zo'n aanvraag. Je moet aan een bepaald aantal criteria voldoen. En dat zie je op het moment dat je die aanvraag gaat indienen. Het gaat om bijvoorbeeld 120% van het minimuminkomen. Hè, daar wordt naar gekeken. Maar goed, het geldt ook als je bijvoorbeeld een huishouden deelt met een ander. Hè, het zogeheten kostendelersaspect. Klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk de grootste groep Almeloers die heeft de uitkering al gekregen, dus automatisch. Hè? Maar ja, je kunt altijd bellen naar bijvoorbeeld wat ik net zei, Almelo Sociaal. De medewerkers van Almelo Wijst de Weg. Die wijzen echt letterlijk mensen de weg om op een goede manier te kijken of ze zo'n aanvraag kunnen doen, of ze daarvoor in aanmerking komen. Als ik kijk naar het zogeheten doelbereik, hè? Hoeveel mensen hebben wij nou bereikt op basis van de regeling van vorig jaar, dan lag dat percentage erg hoog. Die normen die de Rijksoverheid stelt, die zijn er natuurlijk niet voor niks. En het zijn dus wel mensen die met een relatief kleine portemonnee het ook echt wel moeilijk hebben en hebben gehad afgelopen jaar. Omdat energiekosten, je zou maar aan een vast contract vastzitten. Hè? En je zou maar dan te maken hebben met torenhoge rekeningen en je kan het niet meer betalen. Dan heb je echt een uitdaging. Of die groep heel groot is, eigenlijk willen we natuurlijk dat niemand daar beroep op hoeft te doen. Hè? Dat zou het mooiste zijn. Daarom is het ook mooi dat we hier vandaag bij het Armoedepact staan, de jaarlijkse bijeenkomst, met als thema bestaanszekerheid. Dus al de partners die hier ook vandaag aanwezig zijn, die spreken met elkaar over hoe kunnen we nou dat thema bestaanszekerheid voor onze Almeloze inwoners nog beter op de kaart krijgen om ervoor te zorgen, eigenlijk dat dit soort rijksregelingen ook niet meer nodig zijn.